Push-up met variaties. Kom in een lichtsteun staan. Let op dat je rug mooi recht is. Je handen staan net iets breder dan schouderbreedte. Start met het maken van push-ups. Je zakt met de borst naar beneden, totdat je denkbeeldig een tennisbal aantikt die op de grond ligt. Je romp en benen blijven zo recht als een plank. Start met 10 herhalingen die je goed uitvoert. Dan pas bouw je het op met maximaal 2 extra herhalingen per 2 weken. We hebben 3 variaties voor de push-up. Variatie 1. Om het makkelijker te maken kan je ook mini-push-ups maken. Hierbij laat je je borst zakken richting de grond, doordat je een klein stukje je ellebogen buigt. Als ook de mini-push-ups te moeilijk zijn, kan je deze eerst op je knieën oefenen of schuin tegen een muur. Als 20 mini-push-ups je makkelijk afgaan, kan je proberen volledige push-ups te maken. Variatie 2. Als je het moeilijker wil maken, kun je gebruik maken van een oefenbal. Hiermee train je nog meer kracht en coördinatie van de romp en de schouders. Plaats de oefenbal onder de scheenbenen en probeer 10 goede herhalingen te maken. Je benen en romp blijven zo recht als een plank. Als dit goed gaat, plaats je de bal onder de wreef van beide voeten. Variatie 3. Als je met name meer stabiliteit van de schoudergordel wil trainen, plaats je je handen op de oefenbal. De handplaatsing is net iets breder dan schouderbreedte.